Goedemorgen allemaal, welkom bij alweer de vierde aflevering van Sportbedrijf Arnhem, de podcast. Dit is ook in deze podcast, hebben we weer een hele mooie aflevering waarin we een actueel thema aansnijden. En een thema waarvan we allemaal denken, ja, dat is leuk, daar willen we meer van weten. Vandaag zijn dat de ontwikkelingen bij Valkenhuizen Buiten. Dan hebben we het misschien over paddelbanen of padelbanen, moet ik natuurlijk zeggen. Speed Soccer, de Pump Track Academy en dan heb ik nog niet eens een tipje van de sluier opgelicht. Mijn naam is Jaap van der Sar. Om ons bij te praten over alles wat er gebeurt op het buitenterrein van Valkenhuizen zijn aangeschoven Luc Polman. Zeker. Jij bent bij het sportbedrijf verantwoordelijk voor de exploitatie van het buitenterrein. Zeker. Ja, en je houdt je ook bezig met events. Ja, ik heb een combifunctie inderdaad. Ja. Ik zit voor 50% bij sportbedrijf Arnhem Events. En de andere 50% doe ik samen met een andere collega en een stagiaire de exploitatie van dit fantastisch mooie buitenterrein. Waar we een beetje naar zitten te kijken. Ja, eigenlijk wel. Ja, het is natuurlijk ook een fantastische vergaderruimte. Want je kijkt hier zo over het hele terrein heen. En dat is natuurlijk super mooi. Ja. Maar inderdaad. Ja, nou ja, en ik heb jou niet alleen meegenomen aan tafel. Want naast jou staat Merle van Bentum. Jij houdt je als BMX-trainer nu bezig met de Pump Track Academy, heet dat geloof ik, hè? Ja, klopt. Heb je het goed? Ja. En ja, daarmee is het eigenlijk de bedoeling dat jij kinderen misschien wel traint om net zo succesvol te worden op de BMX als jij. Ja, dat klopt. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ik heb natuurlijk zelf 15 jaar professioneel BMX gedaan. En sinds twee maanden... nu ook actief hier op Valkenhuizen en daar geef ik samen met een andere BMX'er pumptrackles. Ja. En zo hopen we de kinderen ook een enthousiast beetje mee te krijgen. En, ja. Want even heel kort, neem ons nog even mee. Wat is jouw achtergrond precies met het BMX'en? Want ik weet in ieder geval wel dat jij de Olympische Spelen hebt bereikt. Maar het is toch nog wel even leuk om in het kort te vertellen van hoe ben jij daar zo in verzuild geraakt? Ik was 4 jaar oud. Toen waren we op een camping in Limburg. En toen was daar een klein BMX-baantje. Niet wat je nu kent, maar gewoon een hoopje zand. En daar waren mijn broer en ik heel de dag eigenlijk te vinden. Tot het donker werd, dan moesten we naar huis komen. En toen sinds die vakantie verkocht aan het fietsen. Was het virus geland bij jou? Ja, en toen was het in Hengelo, zat er ook een BMX-baan. Ja. En zijn wij daar lid geworden. Zodoende. Ja. En ineens werd jij heel goed. En goed. Ik bleek veel talent te hebben. En toen ben ik ook op mijn 15e op Papendal komen wonen. Daar eigenlijk professioneel met mijn BMX-carrière bezig te zijn. Ja. Veel blessures gehad, maar desondanks nog wel de Spelen gehaald. Ja. Dat verliep een beetje teleurstellend, maar ik was er wel. Je hebt het wel gehaald. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat niet kunnen navertellen. Nee, precies. Ja, het was echt een super gave ervaring. En eigenlijk tot 2021 fulltime actief geweest met BMX'en. Ja. Toen de overstap gemaakt naar het baanwielrennen. En dat doe ik nu nog steeds. Ja. Ja, precies. Hey, dat is wel even leuk, want jij zit natuurlijk zo heel erg in dat fietsen. Dat is helemaal jouw ding. Dus dan is eigenlijk zo'n functie als instructeur op zo'n BMX-baan, dat is jou een beetje op het lijf geschreven, zou je zeggen. Ja, het is echt superleuk. En ik heb natuurlijk zelf veel ervaring. Ik weet veel van de sport. Ik kan het wel goed overbrengen. En dat vind ik ook echt superleuk. En ook dat de kinderen hier die meedoen aan het lessenpakket van de Pump Track Academie. Het zijn super enthousiast en je ziet ook echt wel jonge talentjes erbij. En, gaaf. Ja. Gaaf. Nou heeft dat natuurlijk te maken met het talent van de fietsers. Maar dan tik ik weer even naar jou, Luc. Ja. Er liggen hier natuurlijk heel veel mooie banen. Maar het neusje van de zalm, zoals we dat dan even zullen noemen, dat is natuurlijk wel die pumptrackbaan die hier ligt. Kun je ons even meenemen van hoe is dat tot stand gekomen? Inderdaad, als je hier naar buiten kijkt, dan valt die pumptrack echt gelijk op. Je ziet dat pumptrack best wel populair is. We hebben in Arnhem ook meerdere banen liggen. Er liggen er 2 in Zuid, 3 zelfs in Zuid. En dan hebben we deze nog. Ja, en het is natuurlijk een geweldige sport. En je merkt ook dat er vanuit kinderen en ook vanuit volwassenen, dat er echt heel veel animo is voor pumptrack. Ja. Want ik zat net al even te kijken en Merle zei ook nog wel even, dit is toch echt wel echt een van de mooiste banen die ik ken. Ja. Maar
wordt dat dan speciaal? Is dat speciaal voor hier ontworpen? Of heeft nog iemand zich er tegenaan bemoeid? Hoe is dat een beetje? Ja, deze baan is speciaal ontworpen. En als je ook naar de pumptrack kijkt, je hebt ook echt verschillende niveaus. Er zijn 3 niveaus waarop je op de pumptrack kan rijden. En dat maakt het ook leuk. En ik denk vooral de lengte van de baan. Het is natuurlijk een super mooie grote baan. Wat deze baan ook echt interessant maakt. Ja. Ben ik toch wel even benieuwd, Merle, want daar heb jij nou weer verstand van, denk ik. Wat maakt nou een goede pumptrackbaan een goede pumptrackbaan dan? Wat heb je nodig daarin? Nou ja, natuurlijk, het zegt het al, pumptrack. Je maakt snelheid door het pompen met de fiets. Ja. En als de rollers, dus de bulten, de hobbels, niet goed zijn aangelegd, dan kun je ook niet goed snelheid maken. Maar dat is hier echt gewoon perfect en... Ja, en ook dat je hier verschillende lijnen hebt. Zelfs voor de Inimini's kunnen ze een klein rondje op groen maken. Dan heb je de keuze tussen blauw en rood. En, het is eigenlijk net als met de ski-pistes. Je begint op blauw, geloof ik, en groen. Precies dat. Ja, okay. En ja, het is wel leuk om te zien, want ook tijdens onze lessen... Nou, er waren een paar kinderen bij die durfden eerst niet over rood. En ze springen het nog niet, maar ze vliegen er al wel overheen. En, gaaf. Ja, het is leuk om ook gewoon die progressie te zien en ook hoeveel lol ze erin hebben. Ja, Luc, gaan we nog even naar jou, want dan heb je die baan liggen. Maar dan, en dat is natuurlijk ook een beetje jouw taak, moet je zorgen dat die gebruikt gaat worden. Ja. Hoe pak jij dat aan? Nou, we hebben eerst in de beginfase was het natuurlijk enorm populair, ook hier in de wijk. Want iedereen dacht, oh, wanneer gaat die pumptrack open? En... Er heerste echt al een beetje een buzz van mensen die wisten van, oh, dat ding komt hier. Ja, en er stond ook een hekwerk omheen, omdat er natuurlijk nog niemand op mocht. En iedereen zat echt te wachten van, wanneer mogen we er nou uiteindelijk op? Dus in het begin was er super veel animo. Toen hebben we verschillende instuiven gedaan. Gewoon, wij zorgden dat de fietsjes, helmpjes, alles klaar lag. En er mocht gewoon iedereen uit Arnhem of omgeving, die mocht hier naartoe komen om lekker te gaan fietsen. Nou, die eerste instuivenmiddagen kwamen gewoon gerust 60 kinderen op af. Dus dat was echt super succesvol en leuk. Ja. En dan uiteindelijk wil ik eventjes de vertaling maken naar de Pumptrack Academy. Ja. Want dat vloeit daar dan uit voort. Maar hoe pak je dat aan? Ga je dan mensen benaderen of zo? Of hoe gaat dat? Nou ja, we hebben die baan. En het is ook zo zonde als alleen die baan er ligt en er gebeurt eigenlijk niks. Hij is wel openbaar, dus iedereen mag er op elk tijdstip op. Totdat het donker wordt eigenlijk. Maar we wouden ook echt iets gaan aanbieden. Dus programmeren. Toen is Chris in contact gekomen met Merle. Toen dachten we gaan gewoon een lessenreeks opzetten voor kinderen. We zitten nu nog echt in de pilotfase, dus dit is nog echt een beetje een testfase. Ja, want hij is nog niet zo lang open natuurlijk. Hè? Nee. Dit is ook echt de eerste reeks waar we nu in zitten. En uiteindelijk willen we dat natuurlijk uitbouwen naar misschien wel meerdere lessenreeksen voor verschillende niveaus, verschillende leeftijdscategorieën. Ja. Dus we zijn nu echt aan het testen. Gaan we goed evalueren en op basis daarvan... Op basis daarvan hoop jij ook dat Merle aangesloten blijft? Ja, nee, ja. Dat zou wel een fantastische samenwerking zijn. Ja, toch? Ja. Hey, en dan is er nog iets waarvan ik denk, van, nou, dat vind ik wel echt knap dat je dat zo voor elkaar hebt. Want je hebt dus ook al het NK hierheen gehaald. Ja, dat staat nog wel een beetje in de kinderschoenen. Okay. Maar dat NK pumptrack, dat komt ook deze kant op, ja. Gaaf. Ja. En ik hoorde je ook iets vertellen van, want je hebt een aantal andere pumptracks in de buurt. Daar misschien een soort van circuitje van te gaan maken. Ja. We hebben al eerder pumptrack battles gehad hier in Arnhem. Dat deed de Pump Factory, die ook de baan heeft aangelegd. En dat zijn dan echt wedstrijden in verschillende leeftijdscategorieën die dan echt gaan racen op elkaar tegen die baan. En dat is echt een superleuk evenement. En dat willen we ook uiteindelijk hier naartoe gaan halen. Ja. Hey, en hoe doe je dat nou met mensen daarvoor benaderen? Gaat dat dan vooral via de socials of op andere manier? Nou, we hebben natuurlijk sowieso binnen het sportbedrijf een heel groot netwerk. En ook in de wijken, want we hebben eigenlijk in alle wijken, of in ieder geval een aantal wijken, hebben we buursportcoaches lopen. En die hebben binnen hun wijk natuurlijk weer een netwerk. En zo komen wij natuurlijk in aanmerking met de kinderen. Ja. En ook de connecties met de scholen en de sport. Ja, dat vind ik wel een interessante, want we hebben het er misschien al eventjes over gehad samen. Dat er eigenlijk heel veel initiatieven nu zijn die misschien vroeger bij verenigingen lagen, waarvan je nu zegt van ja, we kunnen nu zo snel schakelen met verschillende doelgroepen. Ja. We kunnen dat ook gewoon op die manier regelen. Is dat ook gaande wat nu bij die pumptrack bijvoorbeeld? Is dat ook, want er is geen pumptrack vereniging, toch? Nee, het is geen vereniging en we zien het hier inderdaad vaker op het buitenterrein. We hebben bijvoorbeeld ook de padelbanen. En dat is ook geen vereniging. En voor speedsoccer is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Dat is ook geen vereniging. Wij organiseren daar dingen. Maar je hoeft jezelf niet aan te sluiten bij een vereniging. Nee.
Nee, want dat vind ik ook wel, voordat we het alleen maar over die pumptrack hebben, kun je misschien ook even vertellen, want ja, jij bent in de basis verantwoordelijk voor dit hele terrein. Wat is er eigenlijk allemaal te doen hier? Naast de pumptrack? Nou, naast de pumptrack hebben we de padelbanen. Nou, zoals alle mensen eigenlijk wel weten, padel zit echt in een enorme boost en het is heel erg populair. Ik geloof dat ik de enige Nederlander ben die het nog nooit heeft gedaan, hè? Ja. Nou, ik ook niet, hoor. Nee, ook niet. Nee, okay. Nee. Nou, ik speel het zelf ook wel eens en ik vind het echt een fantastisch leuk spelletje. En dat merken we ook, want de banen die zijn echt heel erg vol. Nu in de winter is dat natuurlijk iets minder, maar zomers staan de banen eigenlijk de hele dag vol. Dus we hebben padel, daarnaast hebben we ook speedsoccer. En speedsoccer is een voetbalvariant waarin je 5 tegen 5 speelt. In een kooi met netten, dus de bal kan niet uitgaan, waardoor het een heel snel en dynamisch spelletje is. En er zijn nog allemaal andere regeltjes aan verbonden. Maar daar kan je gewoon met vrienden, collega's, familie kan je daarop inschrijven. En dan kan je gewoon lekker een toernooitje voetballen. En gewoon inschrijven op de website en dan exact. Zelf aan de slag. Ja, we hebben ook een competitie. Die is wekelijks, 10 weken lang. En dan spelen ze echt een competitie tegen elkaar. We hebben op dit moment 12 teams op de woensdagavond. Die dan 10 weken lang met elkaar de strijd aan gaan. En het is echt een hele leuke sfeer op de speedsoccervelden. Gaaf. Ja. Ja, en dan zie ik dus buiten, techniek. Dan zie ik dus buiten ook nog een soort van beachvolleybalveld. Ja. En voor Merle interessant, een BMX-baan. Toch? Of een BMX track? Ja, een mountainbike skills park. Mountainbike skills park. Ja. Is dat ook iets waar jij je tegenaan bemoeit, Merle? Of staat dat nog op jouw lijstje? Ja, dat is nu niet waar ik me nu mee bezig hou. Maar dat zou ik wel heel leuk vinden. Ik heb natuurlijk ook best wel wat mountainbike ervaring. Zo hebben we 17 januari gaan we dus ook een combi les doen. In combinatie met de mountainbikepark en de pumptrack, met de kinderen van de Pumptrack Academie. Ja. Dan gaan we daar een gezamenlijke les doen. En gewoon voor de kinderen ook wat bredere. Wat zijn dat fietskills? Gewoon een beetje bredere fiets trainingen doen. Ja, of zo. Precies. Ja. Want op een mountainbike is het net weer anders dan op een pumptrack, want je komt natuurlijk op zand. Ja. En dat is natuurlijk niet zo vaart als de pumptrack. En daar zijn weer andere skills voor nodig. Dus dat is sowieso heel goed voor de kinderen, voor hun eigen ontwikkeling. Ja? Want ook je ziet dat de BMX'en wel echt de basis is van elke wielerdiscipline. Kijk naar het baanwielrennen, het mountainbiken, veldrijden. De toppers, die komen vaak vanuit de BMX. Is dat echt, waarvan je kunt zeggen, dat is echt de basis van de fietssporten, zullen we zeggen, ja, de BMX? Dat durf ik met 200% te zeggen. Oh ja, gaaf. Dus ja, dat is superleuk voor de kinderen, dat ze ook zo zich breed kunnen ontwikkelen. Dat ze eventueel ook die stap kunnen gaan maken. Ja, zou dat nou ook nog iets zijn voor jou, als je nou kijkt naar al die andere sporten die hier plaatsvinden? Dat het voor jou misschien leuk zou zijn om ook een soort van algemene sporttraining te gaan geven. Of zeggen, ja, maar ik blijf toch wel echt hangen bij dat fietsen. Dat is toch wel mijn... Je moet mij geen voetbal geven. Nee. Ik ben dan weer niet zo breed motorisch opgeleid. Want nee. Ik kan eigenlijk alleen maar fietsen. Ja. Maar dan wel heel goed. Wel heel goed. Ik zou het wel leuk vinden, maar of ze echt wat aan mijn voetbalskills ervaring hebben, dat betwijfel ik. Maar goed, weet je, Luc, je zegt net met dat speedsoccer, ja, dat is gewoon een nieuwe sport. Er is altijd de mogelijkheid om het eens even te gaan proberen. Ja, precies, wie weet. Misschien ben ik wel een padel-talent. Ja, je weet het maar niet. Hey, Luc, nog even terug naar jou. Zijn er nou nog meer sporten die je dan nog hier aanbiedt? Of zijn er nog plannen ook voor de toekomst om dingen uit te breiden? Ik zag ook al het fitness bijvoorbeeld. We werken ook heel veel samen met verenigingen en andere instanties. Zo hebben we hier naast ons ligt SICO. En dat is de grote atletiekvereniging. Hier bemoeien we ons eigenlijk verder niet mee. Want dat is echt de vereniging die alles zelf regelt. Dan hebben we ook nog ITOS die hier op de beachvelden zomers vaak lekker aan het beachvolleyballen is. Dan hebben we de nieuwe buitenfitness. Die is echt net af. Fysiek, dat is de sportschool die naast Valkenhuizen ligt. Die geeft al trainingen, spinning sessies onder de afdakking. We werken nauw samen met verenigingen. Die geven al trainingen, maar je zei ook, het zit elke keer ramvol, hè? Ja. 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 En dat geldt eigenlijk dus voor alle buitenactiviteiten. Ja, de buitenfitness merk je nog wel, omdat het nu winter is, dat er nog weinig
aanloop is. Ik snap het wel een beetje in de winter, ja. Maar toch fysiek gebruikt het al wel in hun trainingen. Dus dat is wel mooi om te zien. Ja. Zijn er nou nog plannen voor de toekomst ook? Worden er nog zaken uitgebreid? Of, Ja, er zijn zeker nog plannen voor de toekomst. Zo is er een 3x3 basketbalveldje onderweg naar Valkenhuizen. Oké, leg uit. Wat is 3x3 basketbal? Nou, dat is een soort van urban street variant van basketbal. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met speedsoccer. Het is net een iets andere variant dan de sport zelf. Iets meer de streetkant op. Maar het is ook een hele dynamische en snelle vorm van basketbal. Oké, nou, dat klinkt hartstikke leuk. Zijn er nou... Want ik proef een beetje bij jou dat het allemaal... dat er ook veel aandacht is voor nieuwe sporten. Ja. Die vragen misschien ook om een andere benadering om daarvoor mensen bij elkaar te krijgen. We hebben het dan net al eventjes over die socials en over via de buurtcoaches aan mensen komen. Ben jij zelf ook actief op die social kanalen? Dat je zelf actief ook wat berichten uitstuurt en daarmee aan de bak gaat? We hebben bij speedsoccer en padel hebben we echt losse Instagram kanalen waar we heel erg actief op zijn. En waar we ook echt gericht op de community voor die sport op focussen. En wat bijvoorbeeld heel mooi is bij padel. Wij hebben een groepsapp, een beginner groepsapp, een medior groepsapp en een gevorderde groepsapp. En dat is vanuit het sportbedrijf zijn die dan ontstaan? Ja, nou, vanuit padel Valkenhuizen. Ja. Ja, dus eigenlijk ook vanuit het sportbedrijf. Maar in die beginnergroep zit bijvoorbeeld al 350 man. En wat nou als ik met een vriend bijvoorbeeld een potje wil spelen en we hebben geen tegenstander? Dan plaats ik een oproepje in die app en binnen no time heb ik twee tegenstanders. Dat werkt echt super mooi. Ja. En het heeft dus ook een hele leuke ontmoetende factor. Waardoor je heel veel mensen leert kennen op die padelbaan. Ja. Dus ook het stukje sociaal is heel erg leuk op die padelbaan. Ja. Wat maakt dat werken aan dit terrein voor jou nou het leukste eigenlijk? Nou, ik denk als we naar Valkenhuizen buiten kijken, dat het sowieso een van de mooiste sportparken van Nederland is bijna. En ik vind het gewoon super leuk. Ik vind de mensen leuk, ik vind het stukje sociaal leuk. Als ik op een speedsoccer toernooi sta, lekker kletsen met mensen, gezelligheid maken. Ja, en ik vind het ook gewoon leuk om dingen uit te bouwen en dingen succesvol te laten worden. Ja. Wat is er nou het meest succesvol, zou je denken? Of het is eigenlijk allemaal wel succesvol volgens mij? Ja. Toch, met speedsoccer zou je bijvoorbeeld ook 5 avonden vol kunnen hebben. In de UK bijvoorbeeld, in Londen, heb je 20 velden naast elkaar liggen dat rammetje vol zit. Dat is hier nog niet het geval. Maar als ik dan toch, wat het meest succesvol is, ja, die padelbanen, die zijn natuurlijk echt booming op dit moment. Ja. Ja. En Merle, is dit voor jou nou ook een plek waarvan je zegt van, nou weet je, mocht ik nog eens een keertje klaar zijn met de topsporten, ik zou hier wel mijn toekomst zien, zo op deze manier. Gewoon... trainingen geven, kinderen enthousiast maken, maar misschien ook volwassenen. Ja, zeker. Ja, ik vind het super leuk om überhaupt wat van mijn passie over te geven aan andere mensen, kinderen, volwassenen, tieners, noem het maar op. Ja, dat lijkt me echt super leuk. En ja, hopelijk is daar misschien in de toekomst ruimte voor. En, ja. Ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. En dat is eigenlijk topsport, maar dan op een andere manier. Dan probeer je de topsporter uit de mensen zelf een beetje te halen. Van kijken of dat ze nog wat kunnen verbeteren en of dat ze de meeste lol eruit kunnen halen. Ja, precies. Natuurlijk staat plezier natuurlijk voorop. En dat is ook altijd in mijn eigen carrière geweest. Ja, je houdt het alleen maar vol als je het superleuk vindt. Dus dat staat eigenlijk voorop. Maar ja, het zou mooi zijn dat we zo ook jonge talenten kunnen scouten en kunnen door laten stromen en dat ze waarschijnlijk, of ja, misschien ook wel een sportieve carrière voor zich zien. En ik heb wel gemerkt, ook met die eerste lessenreeks wat we nu aan het doen zijn, ja, er zitten echt wel talentjes tussen. En ja, ook, ja, dat zie ik ook van mezelf wel veel in terug. En, ja, dat is ook wel mooi, want op het moment dat jij nu bij sommige kinderen zit van, hey, daar zit wel potentie in. Ja. Die hebben natuurlijk eigenlijk al heel veel... kunnen al heel veel vooruitgang boeken... doordat er hier zo'n mooie baan ligt... waar je lekker veel op kunt oefenen. Ja. Scheelt dat bij talentontwikkeling ook, denk je? Ja, zeker. Dat, kijk, als jong kind... is het gewoon belangrijk om veel actief te zijn... en veel te oefenen. En, maar ja, wat ik ook al net zei... de combinatie van bijvoorbeeld hier het mountainbike park, zeggen, en dan bijvoorbeeld de pumptrack. Ja, dat is echt super, die combi is super mooi. En ik denk ook echt wel, als we daar goed gebruik van gaan maken op de juiste manier, dat we echt wel
jonge Gelderse talentjes daaruit kunnen krijgen. Ja, mooi. Luc, hoe is het eigenlijk met jouw skills op de pumptrack? Nou, ik heb er in de beginperiode echt wel veel overheen gefietst. Maar ik heb niet het talent wat Merk wel heeft. Ik vind hij kan het best goed hoor. Oh, daar was ik echt wel verbaasd over. Ja. Ja, en ik heb ook wel eens een clinic gehad. Niet van Merle, maar wel van iemand anders. En het is echt superleuk. Het is echt gaaf om te doen. Ja. Maar geen talent. Nee, weet je, het is toch ook altijd mooi dat je op een gegeven moment... Je kunt er plezier mee maken. Maar het is ook goed om te weten van... Nou, er zijn altijd mensen die dingen beter kunnen. Toch? Exact. Ja, dat is ook heel fijn. Helemaal mee eens. Het is natuurlijk ook zo dat de buitentrein wordt niet alleen maar gebruikt door Sportbedrijf Arnhem. Maar het is ook met name, wordt het overdag heel veel gebruikt door het SIOS. Kun je iets meer vertellen over die samenwerking? Ja, dat is een hele mooie samenwerking met het SIOS. SIOS heeft ook helemaal meegedacht in hoe het buitenterrein er nu bij staat. En het is voor ons ook natuurlijk heel mooi, omdat wij stagiaires van het SIOS gebruiken, die bij ons padellessen kunnen geven. Ze helpen bij speedsoccer, ze helpen op de pumptrack. En dat is natuurlijk een fantastisch mooie samenwerking. Want dit zijn jongens die in de praktijk het meeste kunnen leren. En wat nou is dat in de samenwerking met ons kan? Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, die hebben hier natuurlijk ook eigenlijk, als ze hier kennis moeten maken met wat later hun vak gaat worden, ja, die kunnen hier alles doen, toch? Ja, die kunnen alles doen, inderdaad. Ja. Krijg je daar ook nog een beetje feedback van jongens en meiden die hier de stage komen lopen? Die vinden het natuurlijk überhaupt al fantastisch om hier stage te kunnen lopen. En over het algemeen is die feedback wel gewoon positief, ja. Ja, en die kan me dan ook helpen bijvoorbeeld met het organiseren van evenementen of die helpen als vrijwilliger bij evenementen. Ja, zeker. We hebben regelmatig hier toernooitjes op de padelbanen waar die SIOS dan ook een belangrijke rol in spelen. En ook op de speedsoccervelden helpen ze regelmatig. Dus dat is super mooi. Oké, dus het is echt een samenwerkingsproject geweest. Nou ja, niet onbelangrijk om dat ook nog even te vermelden. Nee. Zijn er nog dingen waarvan jullie zelf zeggen van nou, dat vind ik ook nog wel even leuk om te vermelden? Misschien een leuke, wat is nou het leukste moment geweest van jou op je pumptrack? Was dat nou het eerste moment dat je er gebruik van kon maken? Ik denk misschien wel de eerste pumptrackles. Okay. Ja, ik wist ook niet goed wat ik zelf kon verwachten. Ik had natuurlijk tijdens die open dag wel een aantal kinderen die zich hadden ingeschreven zien fietsen. Maar ja, ik wist ook niet goed wat ik kon verwachten. En ik verbaasde me ook echt ook de enthousiasme van de kinderen en hoe goed ze eigenlijk waren. Dus dat staat me echt wel bij. Dat vond ik echt wel, mooi. Echt wel heel leuk. En wat was jouw persoonlijke hoogtepunt van het hele buitenterrein hier tot nu toe? Zo, dat is wel een ingewikkelde vraag. Ik denk dat de opening hier op het buitenterrein, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is eigenlijk een startschot van het hele buitenterrein. Of in ieder geval de nieuwe onderdelen van het buitenterrein. Ik denk dat dat wel een mooi moment was. Hadden we ook een gave stuntshow van professionele freestyle BMX'ers die hier salto's over de pumptrack heen maakten. Dus dat was ook wel heel erg gaaf. Dus ik denk dat wel, ja. Ja. En volgens mij elke avond dat jij hier bent en je ziet dat het hele buitenterrein vol is met sporten. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch gevoel. Ja. Ja. Hey, dan wil ik jullie onwijs bedanken voor jullie enthousiaste verhaal. Nou, we hebben het laatst nog niet gezien van dat hele Valkenhuizen buitenterrein, zeg maar. En heel veel succes. En ook voor alle kijkers en luisteraars. Vergeet je even niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Sportbedrijf Arnhem. En tot de volgende podcast.